Ja, vrienden. Haha, ja. We worden weer geklopt door de techniek. Geen wifi hier in Spanje. Ja, de Spanjaard en wifi, die hebben een beetje ruzie met elkaar. Nou ja, goed, luister eens even. Ik heb de opmerkingen en ik heb de vragen allemaal een beetje gezien. Dus ik behandel gewoon de onderwerpen even, waar jullie het over zouden willen hebben. Nou, goed, daar gaan we dan. Semi-live, hè? Hey, maak het uit. Hier. Eentje die vroeg natuurlijk over Marco van Basten. Die zegt Marco van Basten. Die zegt gewoon dat die spelers van Feyenoord dat amateurs zijn vergeleken bij Ajax. Hey, en dat de meeste spelers van Feyenoord niet in aanmerking zouden komen om bij Ajax te spelen. Zegt Marco van Basten. Hey Marco, alsjeblieft zeg. God, Marco, wat slaat dat nou op? Ik met mijn Feyenoord hartje, voel ik me ook een klein beetje beledigd. Ik bedoel, wat is dat nou voor een opmerking? Omdat Feyenoord toevallig een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Ja, en niet een beetje slecht. Heel verschrikkelijk slechte wedstrijd hebben ze gespeeld. Maar goed, dan nog. Zou ik aan de hand van één wedstrijd niet dat soort dingen beweren als ik jou was? Nee. Dus, en daarbij. Nee, wat denk je van Bijlo? Die kan rustig bij Ajax in doel hoor. Geen enkel probleem. Senesi, die kan rustig in de verdediging bij Ajax mee hoor. Geen enkel punt. Berghuis kan ook bij Ajax meeballen. Dus geen enkele speler zou in aanmerking komen voor Ajax. Nee. Ik geloof het niet en ik wil het ook niet weten verder. En dat soort onzin. Marco van Basten, moet je niet meer beweren. Juist, dat is één onderwerp, jongens. Ja, want we weten natuurlijk in Rotterdam wel. Helaas, het was natuurlijk niet veel, hè, tegen Twente. Hey Dikkie, alsjeblieft, doe mij een lol. En laat niet de boel constant achteruit lopen. Dat zei ik vorige week al bij PEC. Toen zei ik al van, hou ermee op. Steeds dat teruglopen. Ik bedoel, mensen kunnen de afstanden niet meer belopen. Ik bedoel, het hele middenveld, dat ligt zo ver uit elkaar. En de aanvallen en alles. Dus hou daar nou mee op. En dat maakt het voor de tegenstander makkelijk. En je gaat toch ook niet met 11 man op eigen helft staan in de Kuip tegen FC Twente. Pardon. Juist. Dick, heb je hem? Ga je dat even aan werken? Fijn. Nou, dan hebben we natuurlijk de vraag gehad over Frank de Boer, is hij nou onze aangewezen bondscoach? Ja. Luister eens even goed. Ik vind nog steeds Henk ten Katen. Dat was de man geweest. Die is vrij, die kan je gewoon zo bellen. En die had lekker met Lodewijkers en hadden ze een goed duo gemaakt. Geen enkel probleem. En die had je dan een jaar gehouden, ten Katen. Had je tegen ten Katen gezegd, luister, jij doet het EK. En daarna had je tegen Ten Hag gezegd bij Ajax, want die is dan ongeveer al klaar bij Ajax. En dan had je tegen Ten Hag gezegd, hey, kom jij eens even lekker bij ons het WK doen. Zo had je dat gedaan als KNVB. Maar goed, dat hebben we dus niet. We zitten nu met Frank de Boer. En ik zeg daar het volgende over. Kijk, als je nou 3 keer, zoals Frank de Boer, hebt gefaald in het buitenland. Drie keer, helemaal misgegaan. Neem me even niet kwalijk. Gewoon bij Inter en Crystal Palace en daar bij Atlanta United. Helemaal de mist in. Nou, dan kom je in mijn optiek niet in aanmerking voor bondscoach. Nee, dat doe je even niet voor mij, voor die titel. Nee, want bondscoach, vergis je even niet. Dat is ongeveer de derde belangrijkste positie in Nederland. Je hebt Hier heb je de koning, dan krijg je de minister-president en dan krijg je bondscoach. Zo werkt het in Nederland. En daar komt dan Frank de Boer met wat hij gepresteerd heeft de laatste tijd niet in aanmerking. Het is ook een erebaan, een eretitel. Dus vandaar dat ik niet sta te springen om Frank de Boer. Goed. Nou, dat is de bondscoach. Die hebben we dan afgehandeld. Oh, en dan moet ik natuurlijk. Ja, ik moet wel even de mensen feliciteren in Heerenveen. Want die gaan even lekker. Oh, jongens in Heerenveen. Hey,
Van harte. Oh, dat mag natuurlijk niet. Van harte gefeliciteerd. Ja, top. In orde. Oh, die mag wel een boxje. Helemaal. Ja, zo. Want jullie hadden natuurlijk een aanloop naar het seizoen. Dat sloeg helemaal nergens op. Iedereen maakte zich hevig zorgen. Hoe moet dat verder met Heerenveen? Nou ja, ik heb die wedstrijd gezien tegen Fortuna. Het was natuurlijk nog niet dat je zegt, goh, wat een team, wat een ploeg. Die gaan kampioen worden. Dat helemaal niet natuurlijk. Maar jullie hebben toch met die Henk Veerman, wat een leuke gozer is trouwens. Ja, want die heb ik wel eens gesproken. Die ziet het spelletje goed. Die Henk Veerman, ja. Hé, zag je die beweging bij die goal? Poep. Hé, als Messi het doet. Ja, dan schrijft iedereen het van de daken. Hup. Hij tikte hem gewoon weg bij die gozer. En hij schoot hem mooi in het dak van het doel. Luister eens, Henk Veerman. Zo. En Heerenveen, gefeliciteerd. Ja, dan kreeg ik natuurlijk ook weer opmerkingen over Ajax. Ja, of ik Ajax had gezien en wat ik van Ajax vond. Nee, ik vond Ajax niet echt geweldig hoor. Ik vond haar niet dat ik zeg van trompet. Daar gaan we hoor, de Polonaise. Helemaal niet. Nee. Alleen die Kudus. Ja, die heeft iedereen nu gezien. En iedereen weet nu, oh, daar is weer een talent binnen in de arena. Ja, en niet zo zuinig ook. Ja, die komt daar uit Ghana, weet ik veel. En die speelde in Noorwegen of zoiets. Nou ja, weet je, het is gewoon heel bijzonder. En niemand had hem eigenlijk op de radar. En ineens staat hij daar in de arena. En iedereen zegt ja. Dat is weer een echte Ajax-ziet. Nou, dat hou je dan over aan zo'n wedstrijd. Nou, dat is hartstikke leuk. Nou, tot zover Ajax. Oh ja, en ik wil het even hebben over onze premier, Mark Rutte. Poe, zegt die Mark Rutte. Hé, hey, wat heeft die aan praatjes? Die heeft, omdat de Feyenoord-aanhang die was gaan zingen. En die waren gaan roepen en schreeuwen. En dan werden we in het laatste deel van die wedstrijd natuurlijk. Want het was natuurlijk spannend. En die gingen die ploeg aanmoedigen. En nou zegt die Mark Rutte. Ja, hoe durven ze? En gewoon je bek houden, zei Mark Rutte. Tegen de aanhang van Feyenoord. Hé, hey, zeg dat lekker tegen Grapperhaus, Rutte. Wat is dat voor taal? En waarom spreek je het legioen zo toe? En dat durf je wel tegen voetbalsupporters. En een beetje populair doen. Gewoon je bek houden. Nou zeg. Hé. Hey. Tuurlijk gaat die aanhang tekeer. Want dat is 1-1. En er zijn nog maar 10 minuten te spelen. En die denken, we schreeuwen gewoon onze ploeg naar de overwinning. En dat hebben ze geprobeerd. En dat is volkomen logisch. En dat gaat met roepen en schreeuwen en zingen. En dat hoort nou een keer bij voetbal. En als je dat niet wil, dan moet je geen publiek toelaten. Punt. Maar niet gaan roepen van, gewoon je bek houden. Wat is dat voor... toch op. Hé, hey, Rutte. Alles goed en wel. Volgende keer ga je je gedragen. Ja, en dan krijg ik natuurlijk ook vragen over de keukenkampioendivisie. Ja, dat is natuurlijk een hele leuke divisie. En daar is alles mogelijk. Dat blijkt wel. Want Go Ahead, ja, dat heb je gezien. Ja, die wonnen vorige week gewoon bij Cambuur. Puppakee, heel simpel, een beetje verdedigend gespeeld en hup, 2-0 weg uit Leeuwarden. En die gaan terug naar Deventer deze week en verliezen gewoon net zo vrolijk thuis met 2-0 van Ajax, dus, van de jonge Ajax. Dus dat kan allemaal gebeuren in die keukendivisie. Dat gaat maar heen en weer. Want de een die wint en Nek die wint dan weer en Nek die verliest nu weer. En ja, zo gaat het maar heen en weer. En Cambuur, ja, Cambuur, ook zo eentje. Wat is daarmee aan de hand met Cambuur? Die winnen de eerste twee, allemaal niks aan de hand. Gaan zelfs met 7-1 of zoiets, gaan ze weg uit Maastricht. En daarna, hup, verliezen ze thuis en eventjes gelijk spelen bij Top Os. Kan allemaal gebeuren. Maar ja, hey Cambuur en Henk de Jong. Pring, wakker worden daar. Ja. Een klein noodklokje kan wel. Wel even op zijn plaats daar hoor. Voor Cambuur. Ja, zeker. Maar het is niet op zijn plaats daar bij VVV. Want bij VVV gaan ze lekker. Daar hebben ze lekker zo'n Griekse spits. Die scoort de een naar de ander. En dan hebben ze er nog ook eentje lopen. Bij Willem II. Ja. Hey,
vrienden. En daarvoor, hey, voor onze, hoppa, ja, everybody dansen de Sirtaki. Hey, dit is voor onze vrienden. Ja, in Venlo en in Tilburg. Vanwege al die Grieken die daar zo goed spelen. Hup, en dan gaan we. Hup, hup, padding. Tjap, padem. Pam, padem, hoppa. Haha. Hey, tjak, tjak, ho, tjak, hey, hup, tjai. Hey, lekker die shiitake, jongens. Dansen mee daar, hè, in Venlo. En ook in Tilburg. En ik zeg, tot volgende week. En dan hopelijk hebben we wel wifi. Dag allemaal. Bye bye. Hop. Ja. Hop. 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 Hey. Yep.